Ik ben Koen Delvaux en ik ben consultant in digitale transformatie. Een hartelijk gesprek met Koen Delvaux, ondernemer en vernieuwer. Deel 2. Digitale transformatie 2.0. Wat zijn de plannen van Koen Delvaux nu? Hij heeft een zeer ruime ervaring. Hij heeft onder andere gewerkt bij Siemens. Hij is medeoprichter van Mobile Vikings. Hij heeft in de top van Proximus gewerkt. Zijn passies: ondernemen en innoveren. 20 jaar ervaring. 3 jaar bij Proximus. Wat is het belangrijkste dat jij hebt geleerd? Dus nu, met die ervaring van Proximus heb ik heel wat geleerd. En een van de zaken die ik denk geleerd te hebben, is dat we nu aan een tweede fase van digitale transformatie toegekomen zijn. De eerste fase was de fase waarin bedrijven zeiden van kijk, wij moeten onze voorkant, die moet helemaal digitaal worden. We hebben een website nodig, we hebben een webshop nodig, de mensen moeten meer bellen naar ons, ze moeten tweeten. Al die interface points, al die customer contact points, die moeten allemaal digitaal worden. En dat is misschien ook wel zo. Mensen hebben dat graag en mensen hebben graag de keuze tussen welke manieren een bedrijf hun gaat contacteren. Maar dat is maar de eerste fase. Dat is de fase, de oppervlakkige fase. Daarachter heb je nog steeds je bedrijfsprocessen die aflopen zoals gewoonlijk. En wat je nu ziet, is dat steeds meer en meer mensen daar een beetje ongedurig door beginnen worden. En met name millennials, de jongere mensen, die hebben niet meer het geduld om te zeggen van kijk, ik heb nu op uw website ingevuld wat ik wil, maar nu stuur je mij nog eens een papieren formulier toe en dan moet ik nog eens ondertekenen en gaan terugsturen. Waarom is dat eigenlijk? Die mensen hebben niet meer dat geduld. Wat houdt digitale transformatie 2.0 dan concreet in? Bedrijven beginnen nu te beseffen dat ze niet alleen hun voorkant moeten digitaliseren, maar ook hun processen moeten gaan aanpassen. Dat ze hun manier van werken moeten gaan aanpassen. En dat heeft veel verregaande gevolgen. Daarvoor moet je je structuren gaan aanpassen. Daarvoor moet je gaan analyseren wat is onze core business en wat is niet core. Wat moeten we zelf doen, wat moeten we niet doen. Wat moeten we gaan automatiseren en waar moeten we de klant een echt persoonlijke ervaring hebben. En dat zijn allemaal dingen die nu naar boven beginnen komen en waarvoor bedrijven zeggen van verdorie, hoe kunnen we dat nu laten gebeuren? Hoe moet een bedrijf zo'n transformatie aanpakken? En dat is waar ik bedrijven in begeleid nu als consultant om dat te ontdekken. En je kan dat natuurlijk niet in één grote hap doen. Hè. Je kan niet zeggen, kijk, we pakken alles samen en we gaan dat in één keer doen. En mijn tactiek die ik daar gebruik, of het model wat ik daarvoor ontwikkeld heb, dat is een model waarbij ik één specifieke opportuniteit in de markt neem. Eén specifiek ding waarvan dat bedrijf zegt van kijk, moesten we dat product via dat kanaal in die markt op die manier kunnen verkopen, dat zou voor ons goed zijn. En dat product neem ik dan en dan neem ik mensen uit elke afdeling, uit de technologieafdelingen, de mensen die het moeten implementeren, uit de serviceafdelingen, maar ook uit de marketingafdeling, uit de productafdeling. En ik zet die voor een periode van 10 weken samen. En in die periode van 10 weken gaan wij die volledige experience voor die klant bouwen, net alsof de rest van het bedrijf niet bestaat. Gooi je dan echt alles overboord? En de meeste mensen denken dan van, waarom doe je dat nu? Dan gooi je toch heel veel dingen weg. Waarom moet je facturen gaan sturen als er al een facturatiesysteem is? Maar we doen dat net om te ontdekken op welke punten we willen verbeteren en moeten verbeteren. Als we dat op die manier doen, dan gooien we inderdaad een stukje investering weg. Hè, want die facturen die we sturen met een nieuw systeem, ja, dat nieuwe systeem zal niet schaalbaar zijn en zal na die 10 weken weggegooid worden. Maar op zich is dat niet erg. Dat zijn systemen die dat heel lichtgewicht zijn, die dat soms in de cloud draaien, waar dat je in een wip en een zucht mee aan de slag kan. Maar door het gebruik van die systemen ga je ontdekken wat zijn de dingen die onze klanten echt nodig hebben en wat zijn de dingen waarvan we, ja, die we eigenlijk nog een jaar achteruit kunnen schuiven en waar we incrementeel met onze eigen IT-afdeling op verder kunnen gaan. En dankzij dat project van 10 weken heb ik dan 2 deliverables. Ik heb een product in de markt met klanten. Dus ik heb een product market fit waar ik van kan zeggen van kijk, dit staat nu in de markt en die klanten zeggen dit bedrijf heeft iets gelanceerd wat ik nodig heb. Dus je draait omzet en je hebt geld dat binnenkomt. Je hebt een operationele business. Dat is heel sterk, want als je iets draait in de markt, dan is het veel moeilijker om dat te stoppen dan als je nog iets in power hebt. Dus dat is het eerste. Ik heb een operationeel product in de markt. Het tweede wat ik heb een mapping van de bestaande processen op nieuwe processen. Dus in die nieuwe start-up die ik in 10 weken gemaakt heb, samen met dat bedrijf, daar hebben we allemaal nieuwe modellen, allemaal nieuwe manieren van werken uitgevonden. Dat proces hebben we gedocumenteerd. En doordat we dat gedaan hebben met businessmensen van het bedrijf, dus niet gewoon externe mensen die we ingehuurd hebben, maar met mensen die de business van het bedrijf kennen, hebben die al nagedacht, tja, als we dat nu bij ons zouden willen doen, hoe zou dat gaan marcheren? En doordat zij die link al gemaakt hebben, hebben we wat ik noem een process mapping klaar. Hoe kunnen we de dingen die we doen zoals we ze moeten doen, gaan mappen op de dingen zoals we die vandaag doen. En daar komt dan een gap-analyse uit, zodat dat bedrijf kan kijken.
dat domein ga ik, ik heb wel dichterrijden, in dat domein ga ik dat intern doen en dat ga ik nog 2 jaar doen. En in dat domein ga ik dat gewoon niet doen, want dat is niet de moeite. Dat is voor mij een manier om op een gecontroleerde manier een bedrijf digitaal te gaan transformeren. Na 10 weken heb je een plan. Hoe moet het dan verder met het transformatietraject? Het is zo dat die oefening van 10 weken natuurlijk maar een aanzet is. Na die 10 weken moet het ganse change management in gang gezet worden. En dat is ook waarom ik zo'n oefening niet alleen doe. Ik ben nu aan het werken aan een consortium, zal ik noemen, van een aantal bedrijven die dat aan dit model kunnen samenwerken. Die dat allemaal een beetje in de adviessfeer zitten, maar sommigen ook in de implementatiesfeer. En daarbij heb ik ook iemand die dat zorgt dat het hele operationele gebeuren onder controle is. Dus de persoon die eigenlijk de COO van die start-up speelt, de operationsverantwoordelijke, dat die ook kan gaan zorgen dat er achteraf een vertaling is naar de processen binnen het bedrijf. En daar volgt dan een heel change traject uit, waar ik ook nog iemand anders ken die dat daar ook wel aan zou willen meedoen. En zo zijn we aan het proberen dat een beetje te gaan productizen. Dus ik kom vanuit een consultancy background, waar je zegt ik verkoop kennis en ik verkoop die op dagbasis bijvoorbeeld, naar ik verkoop jou een project. En in dat project van 10 weken zit niet alleen die activiteit die we uitvoeren, maar het is ook het natraject wat er is. En daarvoor ben ik nu met een aantal mensen aan het kijken hoe we kunnen samenwerken om eigenlijk dat model wat we hebben te gaan productizen. Deel 3. Wat brengt de toekomst? Een korte afsluiter. Hoe ziet Koen Delvaux de toekomst van bedrijven? Hoe gaan bedrijven evolueren? Als je zo wat naar conferenties gaat, dan hoor je vaak dat men denkt van ja, die grote bedrijven dat die afgedaan. Het worden allemaal kleine bedrijfjes, start-ups en die start-ups gaan samenwerken in een netwerk. En die grote constructies, die grote megabedrijven, die gaan eruit gaan. Persoonlijk ben ik daar niet mee eens. Ik geloof nog heel sterk in de toekomst van grotere structuren, in de toekomst van grote bedrijven. Want die hebben een enorme delivery power. De kracht om iets te schalen en op soms wereldwijde schaal af te leveren, dat blijft iets wat je alleen in een grotere organisatie kan realiseren. En persoonlijk geloof ik in een hybride model, waar dat een groter bedrijf zijn budgetten gaat gebruiken om innovatie aan te sturen vanuit kleine entiteiten, maar wanneer die geïndustrialiseerd moet worden, dus op grote schaal gaan herhaalbaar uitgerold worden, dat ze daar dan terug de bestaande structuren voor gaan gebruiken. Dus ik geloof rotsvast in het feit dat grote bedrijven er voor de lange termijn zijn en dat ze zullen nodig zijn en dat de Tesla's van vandaag ook met de groeipijnen gepaard zullen zijn die ze gaan oplossen door samen te werken met de GM's van vandaag. Ik geloof daar echt wel in. Ik heb genoten van dit gesprek. Ik hoop u ook. Vond u het leuk? Klik dan zeker Vind ik leuk en deel het met uw vrienden. Dank u.